kijk, jongens, meisjes, dit is alweer hoe dat kind school alweer met ze. Dit is alweer hoe dat je het eigenlijk moet doen. Dit is trouwens een trueel. Met een broodje erop. Ja. Oké, ik ga heel deze rij hier volgen. Dat zijn 6 stenen. Oké, dat is wel gevaarlijk. Ik moet je er eigenlijk wel afhalen. Ja, ik doe dat nooit. Ja, dat is wel waar. De meester zegt altijd zo 3 dingetjes. Ja. Pak een dikke tas. Wat? Ik heb het niet verstaan, sorry. Ja, dat zag ik wel pikken. Dames, kijk naar de Dr. Bear Show. Ja, fuck. Ja, fuck, Dr. Bear is die natte droom, ja. Oké, eerst die. Ja. Maar, wel altijd deze plus die hoeksteen altijd wel eerst leggen. Die ligt er nog niet eens. Ja, deze wel. Deze wel. Ja, dan moet ik die nog leggen. Ik doe wel even met de water. Ik doe dit met hoofdpijn. Ik heb respect voor mijn vriend. Oké, dat voelt wel. Ja, hé. Niet zoek erbij, jongen. Ik laat het zien aan de camera. Oké, goed. Dat is ook wel goed, hè. Dat kunnen mensen u beoordelen, dat is mortel. Dat is een mengsel van mortelolie, mortelolie, water en wat soort van zand. En mensen in de echte bouw gebruiken mortelolie. Of cement. Ja, gebruiken mortelolie, zand, water en gewoon cement. Dus, wat facts voor u? Ik ben raar. Ik heb mijn eigen kanaal gewoon GG Gaming. Dat is wel waar, eigenlijk. Voor het raarste ding is, ik haat mensen met een YouTube-channel waarin staat gaming. Maar mijn YouTube-channel is hetzelfde. Bijvoorbeeld, je schrijft gaming in je naam, maar je maakt geen game-video's. Ja. Ik haat zo'n mensen en ik ben er een van. Ja. Dat is net zoals Lamar Davies in GTA 5 die het N-woord zegt. Ah, dat woord, ik snap het al. Ja. Ik ga hier nog niet eens op zeggen. Oké, dit is een beetje. Ja, ik ga dat ook niet zeggen, hè. Ik ben niet racistisch, hè? Nee, ik ook niet. En trouwens, eigenlijk in het Vlaams is dat niet racistisch, daarin betekent het eigenlijk gewoon zwart. Oké, dat gaan we dus ook niet zeggen. Nee, wat anders? Dat betekent gewoon zwart in het. Dat is gewoon zwart. Ja. Oké, die hoekstenen zijn alweer gelegd, dan gaan we. Dat is misschien een beetje dom of zo, maar we gaan zien wat dat vindt wat doen. Dit is trouwens een rijlat. Een metalen staaf, laat even staan. Dat lijkt op een shotgun van binnen. Dat is een dubbelbarrel shotgun. Ja. Ik heb hier een ding vast, hè. Oké, nu moeten we even zo zien dat het allemaal recht is. Het zijn misschien heel veel stappen, maar ja. Oké, die staat recht. Ja, dat focust niet goed. Oei. Het vlak, we staan een beetje recht. Nu, upload deze video thuis. Oh, fuck. Je moet ook altijd zien dat de hoeken ook altijd recht staan. Ik weet niet dat dat echt zo is. Vanaf de tweede laag. Oké, die staat wel recht. Die staat wel recht. Oké, zo kan de andere kant ook zo, want deze staat precies in die klas. Ik kan het zo. Oké, deze staat... niet echt recht. Oké, maakt niet veel uit. Zo'n beetje naar zo tikken. Stop maar even. Ik ga het beter even zo even doen. Wow. Oké. Ja, ik heb het net niet gefilmd. Ja, maakt niet veel uit. Dan kunnen mensen niet veroordelen. Of beoordelen, of hoe de F het ook noemt. Ja. Kindvriendelijkheid. Ja. Ik haat het. Ja, dat is ook alweer gedaan. Trouwens, jongens en meisjes, we zijn alweer hier ook in de babel van de school. Ik mag jullie gewoon filmen van de juf. Woo! Ja. Oké, we moeten nog 4 stenen hier ook nog liggen. Dus ja. Mijn vriend staat trouwens ook achter de camera. Dat weet ik niet ook weer. Ja, ik heb mijn gezicht te laten zien. Ja. Dat is voor op een YouTube-kanaal of wat? Ja, of voor op zijn YouTube-kanaal. Oké. Maar je mag het er pas opzetten als de school gedaan is, hè? Ja, dat mag. Denk ik toch? Ik heb geen flauw idee. Oké, we gaan ook een beetje wat... Gewoon een beetje in de hoek, hè? Niet fucking...
hoe noem je het? Wortel. En wat? Nee, een wortelkuip vol. Ja. Nee, mijn wortelkuip ziet er niet uit, maar dat is ook bij metsers zo. Ja, mensen, metsers maken niet uit of dat het mooi ziet, zolang het maar gemetseld is. Ja, dat noemen, dat is het werk voor mensen die werken met design. Wat is hier aan de kant? Dat is een beetje wat veel, maar ja. Ik zit die altijd zo tegen de muur, nou, tegen een betonnen versterking muur, zo daar fucking een keer ernaast, zo tegen. Oh, godverdorie. De metrobeel is al helemaal vuil. Ja, dat gebeurt vaak. Ik vind het altijd leuk, waarom veeg ik het zo een beetje af? Ik denk dat het al gewoon goed is. Nee, de mortel is een beetje droog. Ja. Anders werkt dat goed. Of ik, het is gewoon, ik heb een vrije hand nodig. Gast, volgens mij heb ik net een stuk van die botkrek gezien. Nog één steen en dan mag je ook beginnen werken. Oké. Oké, jongens en meisjes, dan gaat er hier nog een steentje nog extra nog bij. En dan moeten we stoppen van de juf. Ja, dat is ook weer. Oké. Dat is irritant. Ja. Oké, goed. Relat. Je moet ook altijd zien dat er ook niks onder het niet stikt. Nee, maakt dat niet uit. Ik hou mijn stenen altijd proper tot ik ga voegen. Ja. En dan als ik ga voegen de bovenste laag. Hier staat er een beetje tussen. Oké, dan moeten we daar eventjes... En je staat niet op de steen. Ja, dat weet ik ook wel. Een bekke. Ik doe dat altijd op die een rijlat. Ja. Oké, alsjeblieft. Gezondheid, Disney. Gezondheid. Oké, het staat er nog altijd niet veel op, maar... Ja. Slaag gewoon zo tok, tok, tok erop. Zo drie keer slagen is genoeg, maar hard slaan, hè. Ja, hallo. Dat gaat een beetje moeilijk. Maar het maakt ook niet veel uit dat dat 1 centimeter of 1 millimeter of zo is. Ja, eigenlijk op 1 centimeter op 3 meter, dan is dat wel 3 centimeter al hoger. En dan kan het u hele muur al irriteren, hè. Ja, dat irriteert me wel. Oké, we gaan nog een beetje wat. Ik ga nog eentje steen nog zetten. De juf zei geen steen en die kan dat opzoeken op YouTube, dus ik ga dat nu afzetten. We gaan...